dat helemaal niet zo'n groot probleem is. Als of in ieder geval niet zo ervaren wordt. Als ik meneer Teven zou zijn en ik zou in die plek staan, zou ik het ook op die manier zo proberen aan de kijkers over te brengen. Maar leg dan even uit, wat vindt u van de staat van de stad als het gaat om het groen? Nou, laat ik op de eerste plaats beginnen van groen is een zeer belangrijke zaak. Het is ook duidelijk, ja, de stelling ging ook eigenlijk ook over een beetje milieu, et cetera, kwedel, kom er dadelijk nog op terug. Natuur is iets waar we zeer, zeer bijzonder aandacht aan moeten besteden. Natuur is niet iets waar wij over gaan, maar waar we in ieder geval het rentmeesterschap over hebben. Waar we het rentmeesterschap over hebben naar de toekomst toe. Als ik daar iets over mag zeggen. Ja, maar je mag er iets over zeggen. Ja, kijk, als het gaat over natuur in Venlo, dus ook verwaarloosd, dat is niet bezuinigd, want er was geen geld voor natuur. Voor het versterken en vernieuwen van natuur is er geen geld in Venlo. De laatste 4 jaar was dat er niet. In het coalitieakkoord van deze coalitie kwamen de woorden groen en natuur ook helemaal niet voor. Ja, is dat zwak dat het dan niet ervoor gaat? De stelling was van moeten we daar meer geld aan uitgeven. Ik denk dat het glas half vol is. Dat de mensen in deze stad vinden dat er op die zaken voldoende geld uitgegeven wordt. Dus ik ben eigenlijk tegen die stelling. Dus kijk, we hebben geweldige natuur in onze gemeente. Hè? Als je rondom Venlo kijkt en zeker bij rondom de dorpen. En dan heb je nog de Maaskooidoor daar nog dwars doorheen. Dat is onze belangrijkste troef. Maar dan moet je ook in blijven investeren. En dat doen wij niet. En dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet met veel geld. Je hebt een beetje geld nodig in een pot. Waardoor je ander geld daarbij kunt halen van de provincie, van Europa. En je blijft daar aan bouwen. Dat is wat je moet doen. Want als je het geld steekt in de mensen. De mensen die hun werk willen krijgen. Dat die gezinnen weer goed kunnen draaien. Ja, allemaal kunnen we. Die moeten kiezen. We moeten af en toe keuzes maken. Wij zeggen, leg het dan daar neer. Dat die mensen aan de slag kunnen. Dat die mensen hun geld kunnen uitgeven. En dan geld hebben om te kopen in hun omgeving. En dus ook hun omgeving schoon kunnen houden met elkaar. Daar moet je in investeren. En als je het zo doet, dan krijg je dat terug. Ja. Wij zijn er zeer op tegen geweest dat er 34 miljoen naar het kazernekwartier is gegaan en tegelijkertijd bezuinigd is 1 miljoen per jaar op groen. Dat kan best met een beetje minder, maar niet met dit bedrag. Ik vind dat de gemeente daar haar rol moet pakken. En zeker, ik ben het helemaal met u eens, werk is belangrijk, zorg wordt nog veel belangrijker de komende 4 jaar. Dat is de tweede factor. We willen de discussie toch even iets breder maken als we gaan niet alleen naar groen, maar ook naar duurzaamheid. Hoe belangrijk is het om een duurzame stad te zijn? En wat doe je daaraan, meneer Theo? Ik denk dat ook een belangrijk facet is. De afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld energiedeal gesloten met een aantal bedrijven uit Venlo. Die bedrijven die hebben een netwerk opgericht waar zij hun eigen ervaringen op het gebied van energiebesparingen uitwisselen. We hebben als Venlo met de energiesubsidie hebben we de duurzaamheidsprijs van de provincie Limburg gewonnen. Dat zijn twee voorbeelden, zeg maar. Dat was een idee van GroenLinks overigens. Hoor. Ja, maar goed, maar die hebben we als stad gerealiseerd. Maar we hebben er als gemeente hebben we daar natuurlijk wel 1 miljoen euro voor ter beschikking gesteld. En daar waren veel partijen het mee eens. Ja, precies, dat hebben we samen gedaan. Dat is uitstekend. En dat zijn dus goede voorbeelden dat we op dat gebied goed bezig zijn. Nou, even los dan nog van het hele kredel-to-kredel verhaal. Wat natuurlijk ook een heel belangrijk eikpunt voor de gemeente Venlo is. Maar wat hebben we daaraan om een kredel-to-kredel hoofdstad van Europa of de wereld of wat dan ook te zijn? Nou, kredel-to-kredel is een denkwijze waar je uiteindelijk zowel qua duurzaamheid, maar ook financieel beter van wordt. Want dat vind ik denk wel het hele belangrijke van het duurzaamheidsverhaal. Dat moet ook economisch gedreven zijn. Uiteindelijk moet je daar gewoon als investeerder, als particulier, moet je er economisch beter van worden. En dat is dan gaat het veel meer om awareness of om bewustwording van dat soort zaken geld opleveren. Want vaak is het idee dat juist geld kost, heel veel geld kost. En als je dus op een goede manier invult, dan levert het uiteindelijk geld op. En dan moet je als overheid moet je dus faciliteren en aanjagen. Mevrouw Hendricks, duurzaamheid, dan kom ik bij u, meneer. Duurzaamheid levert geld op. En dat kan ons banen opleveren. Maar dan moeten we daar wel ook, wat ik straks zei, bevlogen mee aan de slag gaan. En wij willen graag een wethouder duurzaamheid die alle aspecten van duurzaamheid onder zich neemt. En dan gaat het over groene energie. Dan gaat het over het verduurzamen van alle woningen in Venlo. Zodat mensen veel minder energielasten betalen. En dat geld dan weer aan andere dingen kunnen besteden in Venlo. Dan gaat het over onderwijs. Dan gaat het over het hier naartoe halen van bedrijven die vernieuwend zijn op het gebied van duurzaamheid. En als het gaat om kringloop-economie, cradle-to-cradle, dat betekent dat alle producten straks opnieuw moeten worden ontworpen. En de productieprocessen moeten ook opnieuw moeten worden ontworpen, want alles moet volledig een kringloop zijn. Bestaat geen afval?
Ja, precies. Maar om dat te bereiken, okay, want we hebben straks niet meer genoeg grondstoffen. En dus hebben we die grondstoffen hard nodig. Om dat te bereiken heb je slimme mensen nodig. En wat er eigenlijk moet gebeuren is dat iedereen in Nederland en in Europa, op het moment dat hij denkt van ik moet mijn product gaan veranderen en mijn processen gaan veranderen. Ik moet in Venlo zijn, want daar zijn studenten die daar alles van af weten. Daar zijn bedrijven die daar slimme oplossingen voor hebben. Daar zit de expertise en daar is het te doen. Meneer Locht is een aparte wethouder in dit kader. Wat vindt u? Het is eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee van mevrouw Hemmers. Maar ik zal u vertellen waarom. Ja. Want waarschijnlijk zijn we hier allemaal een klein beetje vergeten. Ik zat er niet bij hoor, maar ik als burger. Mm-hmm. Op de achterste rij, waar ik zo vaak gezeten heb. Oké. Maar er is hier ooit besloten door de Vennerse gemeenschap en dan de gemeenteraad dat in 2030 deze stad een energie-neutrale stad zou zijn. Dat was een idee van ons. Ja, ik weet het. Kijk, en daar beginnen we het. Als je dat uitspreekt, dan dienen dat niet alleen maar schone plannen te zijn. Schone vergezichten. Geen stip aan de horizon. We hebben een strategisch energieakkoord gesloten met de gemeente Bezel en met de gemeente Venray. En die heeft dat daadwerkelijk doel. Daar gaan we naar streven. Kijk eens aan. Maar dat uitvoeringsprogramma, dat blijft weer achter. Ja, dat had er in december moeten zijn, is er niet. Venray wil voorop lopen met duurzaamheid. Maar we beginnen een beetje. Ze worden links en rechts ingehaald, onder andere door Bezel. Wij moeten echt aan de bak. Volgens mij, ik vind het nog steeds een startpunt verkeerd. Groene economie is de grootste economie die groeiende is. Dus er zijn geen economie die sterker groeit als de groene economie. Dus dat is van groot belang. Maar het begint wel met de economie. Die dingen zijn samen belangrijk. En ik hoor u dat te weinig zeggen. U gaat er zeer van dat duurzaam uit. Ik vind dat de economie, het werk, dat is de insteek. En niet puur vanuit die duurzaamheid. Ja. Dat komt erbij. Maar als die er zijn heel. Komen, nee, dan nou ga ik even verder. Mee. Het feit is dat die innovaties die er zijn, de nieuwe ontwikkelingen, die zijn er. En ik ben deze week in de Innofabriek geweest in Reuver. Daar zie je hoe met duurzaamheid omgegaan wordt. Maar niet als uitgangsprincipe. Nee, het gaat om de nieuwe dingen ontwikkelen. Prima. Maar niet per se groen. Niet per se dat. Het gaat om nieuwe dingen ontwikkelen. Slimme dingen doen om mensen aan producten te maken. Ja. Om mensen aan het werk te krijgen. Daar is de eerste insteek. En dat andere komt erbij. Ik wil het wel nog heel even hebben over dat cradle to cradle. Want daar wordt natuurlijk zeker in de politiek volop over gepraat. Is het niet toch een klein probleem dat in Venlo dan waarschijnlijk 90% van de mensen thuis denkt, waar gaat het in hemelsnaam over? Die voorlichting, is die niet ook belangrijk? Nee, maar ik denk ook daadwerkelijk dat mensen werk veel belangrijker vinden dan deze zaken. Ja, dat maar punt het, heeft u niet gemaakt, maar ik wil even antwoord op mijn vraag. Het volgt daar wel uit. Dus op het moment dat je dat goed georganiseerd hebt, dat je goede bedrijven hier hebt, dan moet je naar die kredel-te-kredel samenleving moet je uiteindelijk wel toewerken. Maar werk, dat staat voorop. Wat ik ook vind dat er aan ontbreekt, dat daar te weinig door het gemeentebestuur uitgedragen is. Dus we hebben geld uitgegeven aan Cradle to Cradle. We hebben iconen, zijn we mee bezig, stadskantoor, hartstikke goed. Maar omdat in de hele breedte, het hele spectrum ook goed naar buiten te brengen en de mensen in onze gemeente bij te betrekken, dat is niet gebeurd. Ja. En ik vind dat wel moet gebeuren. Als je zegt, we willen voorop lopen daarmee, dan moet je het ook doen. Hele korte reactie van meneer Theo en dan wil ik meneer Locht. Ik denk dat het Cradle to Cradle Export Lab, wat echt een icoon is op het gebied van Cradle to Cradle, wereldwijd, dat vervult een hele belangrijke rol daarin. En dat is echt een ontzettend belangrijke pion daarin. En die doet uitstekend werk. Meneer Lochtes. Nou, ik heb daar een heel concreet voorstel voor. We hebben een van de best bezochte festival wat we hier in Venlo hebben, gratis toegankelijk. Dat is het Zomerparkfeest. Nou, daar komen tal van mensen van allerlei plumage. Dat zou een prima gelegenheid zijn om samen met het Zomerpark, die zijn trouwens ook bezig over wat cradle to cradle betreft en duurzaamheid, om daar samen als gemeente iets op te zetten. Dan hebben we een mooie win-win situatie. Wij als vrijwilligers en ook het Zomerpark weten dat er tenminste weer een beetje geld naar het Zomerpark toe komt. Al is het maar om niet elk jaar een pilsje hoeven te verhogen, want dat is, of de prijs van het pilsje hoeven te verhogen. Maar dat is toch ook een zaak die ons bezighoudt. En we kunnen op een hele simpele manier in 4 dagen tijd dat cradle-to-cradle principe onder de aandacht van de mensen brengen. En denk wel, vergeet niet, we vertegenwoordigen hier echt wel wat. Dit is de hoofdstad van de kwede. Meneer Theo, even uw reactie dan. Of meneer Schouten mag ook. Volgens mij had het Zomerpark 2 jaar geleden kredel te kredel aan duurzaamheid als uitdaging. Dat is mooi. Ik weet uit zeer ingelichte bron dat er toen dus echt geprobeerd is om die zaken daarop op poten te zetten. Maar dat uiteindelijk dat het in de ambtenarij in de gemeente van is blijven hangen. En dat vond ik heel jammer. Maar daarom komen wij op 19 maart in de gemeenteraad. En we gaan er dus aan staan om dat voor
de komende zomer alvast op de ruimte krijgen. Schat, er nog één reactie, dan wil ik even naar een ander thema aansnijden. Ja, net had een beetje gezegd dat er niks gedaan wordt, maar ik werk in het onderwijs en daar komt regelmatig toch dit aan de orde gesteld. Bij ons op school hebben docenten een extra cursus daarvoor gelopen om te zorgen dat ze dat mee in het onderwijs nemen. En volgens mij is dat ook in de Venlose scholen mee in dat circus meegegaan. Dus wat dat betreft is dat wel het effect geweest dat er veel meer docenten gevoed zijn met dat idee om het over te brengen. Dus het is niet zo dat er niks gebeurde, volgens mij. Nee, maar GroenLinks heeft in 2010 een inspiratiebijeenkomst Kwedel te Kwedel en Onderwijs georganiseerd. Er waren heel veel mensen uit het onderwijs, Venlo en omstreken, die hebben gezegd, wij willen ambassadeur zijn. Toen heeft de gemeente gezegd, wij willen dat graag overnemen. En dat begint nu pas van de grond te komen, 4 jaar later. Nou, en dat vind ik, het zijn allemaal die dingen dat ik denk van, we willen nog heel even naar iets anders toe. Eigenlijk een punt wat u straks al maakte, dat een schone groene omgeving ook zorgt voor een gevoel van veiligheid. Wat is in uw optiek nou belangrijker voor dat gevoel van veiligheid? We hadden het er net met de andere lijsttrekkers ook al even over. Is dat die schone groene omgeving of is dat het feit dat ergens cameratoezicht is? Even een rondje maken, ja, kort. Cameratoezicht is een soort schijnveiligheid. Je moet zorgen dat je criminaliteit voorkomt. En een schone omgeving zorgt voor minder criminaliteit. En verder moet je zorgen voor ontmoeting. Dus je kiest voor een schone omgeving. Straatcoaches enzovoort natuurlijk. Een combinatie voorkomen. Oké, meneer Theo. Ik denk dat een schone omgeving zeker bijdraagt aan een veiligheidsgevoel. Ik denk dat in Venlo ook zeker tot zijn recht komt. Maar ik denk dat er ook momenten zijn dat je, en ik denk met name dan met mobiele camera's, voor plekken waar het tijdelijk even nodig is, dat je daar extra camera toezicht in zou kunnen voeren. Meneer Lochtes. Ik ben aan zo ondertussen die discussie over meer camera's toezicht, ja of nee, ben ik eigenlijk helemaal meer dan zat. Eigenlijk is het ook een beetje zo, sinds we de emancipatie hebben en de berenkuil, hoor ik daar ook steeds weer verhalen over. Dus het is heel simpel. In een tijdsgevricht waar ik nog niet eens weet, met zekerheid, of ik vanuit het Hubertusplein hier naar de studio van Omroep Venlo, of ik dan niet door een drone gevolgd ben, begrijpt u wat ik bedoel, is het voor mij het thema kamertoezicht en meer kamertoezicht misschien op bepaalde plekken oké, maar laten we in godsnaam ophouden om alles en iedereen te bespieden. Echt. Ik wil het nog even van meneer Schatter, jij weet. Ja, ik denk dat het groene leefomgeving is erg belangrijk voor de mensen. Maar er zijn plekken waar de veiligheid in geding is. En daar op die plekken, het kan in Venlo-Zuid zijn met mobiele camera's, maar ook bij de brug in Venlo, daar kan het van belang zijn dat er een camera staat om die veiligheid voor de mensen extra te bevorderen. Ja, dank u wel. Ik zou zeggen, klapt u even voor deze keer. Ja, het is tijd om weer nader kennis te maken met drie lijsttrekkers. Onze verslaggever Jeroen van den Kronenberg ging in gesprek met Vera Tax, met Ton Heerschop en met Hans Lochtens. Wat heeft u met Wiki de Viking? Ja, Wiki de Viking. Nou ja, ik dacht altijd toen ik jong was dat Wiki een meisje was, want hij heeft een rokje en wat langer haar. En is wel een rolmodel voor als er echt problemen zijn, dan was het slimste meisje van de boot die wel zei wat de anderen konden doen. Ja, dat heb ik met Wiki. En ik kwam er pas achter toen ik 20 was dat het een jongen was. PPR, Partij van de Arbeid, PGV. U bent een beetje de partijhopper. Bent u wel te vertrouwen, meneer Lochtens? Het zal blijken dat ik zeer betrouwbaar ben. Zeker als ik met volle moed en met een goede opinie bezonnen aan de lokale politiek ga beginnen na 19 maart. Ik heb een hele mooie auto. Ik heb een Opel Insignia. Dat is zo'n gigantisch ding, toch? Ja, maar ik moet heel veel meenemen altijd voor de partij. Dus het is wel handig dat ik dan zo'n grote bak heb. We hebben ook begrepen dat u erg lenig bent. Klopt dat? Ik hoop niet dat jullie daar beelden van gaan uitzenden. Maar ik heb altijd heel fanatiek klassiek ballet gedaan. Ja. Niet echt een socialistische wagen. Ja, ik kan natuurlijk ook een afgetrapt Fiatje Panda uit 1995 rijden. Maar dat is ook voor de buur dan, dus dat doen we niet. U bent ook de bewaker van het hoofdpodium van het Zomerparkfeest ieder jaar. Was het gekste dat u daar ooit heeft meegemaakt? Nou gek, vreemde ervaring eigenlijk, dat zo'n man als Ramses Shaffi, dat hij het podium moet ophelpen. Maar toen u 20 was, kwam je er pas achter dat het niet een meisje, maar een jongen was. Ja. Hoe groot was die klap? Dat was wel even schrikken en daarna denk ik van oei, daar heb ik altijd fout gezien. Maar ja, het maakt wel uit. Het grappige is dat heel veel mensen, heel veel meiden dat denken. Op het moment dat ik dat toen vertelde op zo'n avond in de Maaspoort, zat Jolanda Sap erbij en die zei echt, wat zeg je nu? Ik zeg ja, het is een jongen, geen meisje. Nou, zelfs Jolanda Sap is het niet. Heeft u wel eens iemand van het hoofdpodium af moeten vegen? Ja, zeker. Maar dat gebeurt discreet. En hoe doet Hans Lochtens van de PGV dat dan? Dat is een goeie.
Als u een ijzeren gordijn zou mogen plaatsen in Venlo, waar zou u dat omheen zetten? Nee, ik ben niet van de ijzeren gordijnen. Ik ben blij dat het ding gevallen is. Hoeveel zetels gaat de Partij van de Arbeid halen en hoe ziet de ideale coalitie eruit? Ik hoop dat wij 7 zetels gaan halen. 3 zetels en een coalitie waar ook Partij Groot Venlo in vertegenwoordigd is. Oeh, ja, ik vind het een gevaarlijke vraag. En welke coalitie het wordt, ja, dat bepaalt echt de kiezer. Ik heb in ieder geval, kan ik met alle partijen in deze gemeente samenwerken. Maar u laat mij toch niet gaan zonder dat ik hier een antwoord geef. Dus ik hoop op 4 zetels, ik hoop op een verdubbeling. Dan zou ik heel erg blij zijn. En hoe de coalitie eruit gaat zien, ja, dat moeten we echt afwachten wat de uitslag is. Want dan zien we pas hoe de coalitie gaat worden. Maar u zult begrijpen dat ik liefst over links ga. Ja, inmiddels is de formatie hier in de studio weer iets veranderd. We hebben wat gehusteld en we gaan naar de volgende stelling. Die gaat over de binnenstad, de dorpen en de wijken. Venlo heeft de titel beste binnenstad in de zak. Er is de laatste tijd fors ingezet op het centrum van de stad. Ondanks de investeringen in Blerik en Tegelen en de nieuwe hamer in Bijlveld is er in de dorpen nog veel ontevredenheid. Emotie of niet, bewoners zijn bang dat voorzieningen verdwijnen. Onze stelling is daarom, dorpen en wijken verdienen nu meer aandacht dan de binnenstad. Dorpen en wijken verdienen meer aandacht dan de binnenstad. Reageer er eens op, meneer Schatoyer. Ja, wij zijn daar zeer mee eens. Het is natuurlijk afgelopen jaar dat er veel in de binnenstad geïnvesteerd is. We zijn ook daarmee de beste binnenstad van Nederland geworden, fantastisch. Maar niet alleen fysiek, maar ook qua gevoel. De mensen hebben het gevoel dat ze niet serieus genomen zijn in die wijken en dorpen. En dat gevoel, nou ja, dat is hier wel een paar keer ook in de uitzendingen geweest. Ja, dat gevoel, dat moet veranderen. Mensen moeten het gevoel krijgen dat ze bij de stad horen. Dat ze hun dorp belangrijk is en ze moeten erbij betrokken worden. Nou, een van de instrumenten daarbij zijn dorpsraden en wijkraden. Die moeten veel sterker dan nu vooraan. Dat betekent dus niet alleen bij de uitvoering van een proces, maar juist ook een begin bij het maken van plannen, moeten ze betrokken worden om zo greep te krijgen op hun leefomgeving. U woont op Stijl volgens mij, hè? Ik woon op Stijl. Is dat het geluid wat daar ook klinkt? Dat hoor ik daar zeker ook, ja. Dat hoor ik daar zeker ook, zij vinden, de mensen in mijn omgeving, dat zij zeker bij Venlo horen, maar dat daar niet genoeg aandacht is voor Stijl. Meneer Heerschop, de dorpen verdienen nu meer aandacht dan de binnenstad. Ja, de beste binnenstad, dat is een hele mooie pluim op de hoed en een felicitatie waard. Vooral onderhouden, maar nu de aandacht inderdaad naar de wijken en ook naar de opdracht die we hebben om bijvoorbeeld die huizen van de wijk, om die verder te ontwikkelen, om eens te kijken hoe dat daar de zaken gaan lopen. En daar inderdaad het geld op in te zetten, want de binnenstad, hoeveel beter kan je worden als de beste binnenstad? Meneer Theo, hoeveel beter kan je worden als de beste binnenstad? Nee, die binnenstad is goed op orde. Met name zeg maar, de infrastructuur, verkeer, maar ook zeg maar, de culturele en de maatschappelijke infrastructuur van de binnenstad die is goed op orde. Dat heeft wel onderhoud nodig, ook in de toekomst, zonder meer. Maar ik denk dat we ook onze aandacht wel mogen verleggen naar de wijken en naar de dorpen. Wat voor ons heel erg belangrijk is voor het CDA, dat de dorpen leefbaar blijven, dat er dus een goede school is, dat er een goede pinautomaat is. En dat de verenigingen zeg maar, hun rol kunnen vervullen, dus bijvoorbeeld als voetbalverenigingen, maar ook Harmonie en Fanfare. Die zijn echt belangrijk voor de maatschappelijke structuur van het dorp. En we vinden dat echt heel belangrijk. Ja, uw slogan, na de stenen nu de mensen. Dat ja, mensen moeten zeg maar, in staat zijn om in een goede leefomgeving te kunnen blijven wonen en werken. Ja. Meneer Satijn, de aandacht nu naar de dorpen. Ja, ik vind het een wat vreemde tegenstelling. Kijk, we hebben natuurlijk inderdaad geïnvesteerd in de stad. Maar we moeten ook niet vergeten dat we afgelopen jaar ook heel veel hebben geïnvesteerd in de stadskernen, in de dorpen en in de wijken. Dat heeft u ook gezien. Dus wat mij betreft is die tegenstelling, die moeten we ook niet gaan exploiteren. Want dan voel ik alsof weer mensen de leste mem moeten gaan hangen. Ik denk dat het college de afgelopen jaren heel veel aandacht heeft besteed. Ook aan die wijken en aan die dorpen. Hoe komt het dan? Ik herinner ook, meneer Schatoyer, toch ook even aan het feit dat die toch zozeer gewenste supermarkt in Stijl er gekomen is. Dat ook die hamer in Bijlveld er gekomen is. Het Koninginnenplein helaas niet gerealiseerd is in Bijlveld. Maar daar kunnen we natuurlijk in de komende 4 jaar over spreken. Het MFA in Arsen gaat er komen. Het BMW in Velden gaat er komen. Dus u kunt hier niet serieus gaan menen dat er geen aandacht is geweest naar de wijken en de dorpen. En dan nog even naar meneer Thewe. Nou, daar wil ik even eerst een reactie op. Dan mag je dan verder gaan. Op wat? Ja, de mensen ervaren dat heel anders. De mensen ervaren in Stijl, maar ook in Bijlveld en ook in Arsen, dat zij minder ertoe doen en niet serieus genomen worden. Ondanks dat die gebouwen er gekomen zijn, zoals u net noemde, voelen ze toch dat heel anders. Dus dat gevoel is toch ontstaan door die focus die gelegd is op die binnenstad.
En daarom zeggen wij, nu moet het veranderen. Meneer Hortens, u ook even. Ja, ik kan het toch een beetje meevoelen met mijn collega lijsttrekker van ook een lokale partij. Vergis het niet, meneer Stijn, gevoelens van mensen, en dat zijn vaak waarheden. En ik kan alleen maar constateren, als ik kijk naar de dorpsontwikkelingsplannen, in welke tijd dat die ontwikkeld zijn, en dat is nog voor dit college aantrad, daar zijn toch behoorlijk wat dingen blijven liggen. Het centrumplan Blerik is op de een of andere manier is niet afgerond worden. In Tegelen weten ze helemaal niet meer op Wiedermunderplein waar ze nou eigenlijk moeten parkeren om een frietje te halen. Nou, een aantal zaken zijn gewoon blijven liggen. Dat gevoel dat heerst in de dorpen, blijft het nou bij een gevoel of is dat ook de werkelijkheid, meneer Heerschop? Nee, natuurlijk blijft het niet bij een gevoel. Kijk, wat de gevoelens van mensen zijn waarheden. Iedereen leeft in zijn eigen waarheid. Dat wil ik er ook gelijk even bij verteld hebben. Maar wat je natuurlijk ziet, wat de afgelopen jaren gebeurd is. Dit college trad aan en zei, nee, we gaan echt goed zorgen voor die wijken. We gaan goed zorgen voor die dorpen ook. Daar gaan ze echt aandacht aan besteden. En een van de eerste voorstellen die ze gedaan hebben, is om de stadskantoren overal weg te halen. Een voorziening waar mensen juist heel erg binding mee hadden. Van daar was die overheid, die zat in het dorp nog. En die zat ook in het oude gemeentehuis van Tegelen, van Arsen. Die is weggehaald. Ja, dat is natuurlijk een domme zet. Want daarmee creëer je alweer afstand naar die burger toe. Het gaat over scholen. U zei, meneer Schatterjee zei net, als je scholen weghaalt uit het dorp, uit kernen, dan gaat de leefbaarheid daar weg. Mensen gaan er niet meer naartoe. Het begint met het stadskantoor, de scholen volgen, vervolgens gaat het busvervoer daar weg. Dan moet je echt voor waken dat je die levendigheid uit die dorpen weghaalt. En wat ik dan ook nog zie, is bijvoorbeeld dat wij een onderzoek hebben gedaan in 2012 in Tegelen. En dan zie je dat daar de leegstand was daar een groot probleem. Maar wat mensen ook zeiden van, goh, ik heb hier een aantal donkere doorgangen. Zou de gemeente daar geen lamp of verlichting kunnen ophangen? Zo simpel zit het af en toe in elkaar. En wat is het antwoord van de gemeente? Dat doen wij niet. Meneer Satijn, zit het in dat soort kleine dingen dat dat gevoel niet weggenomen kan worden? Dat ze, om maar even weer die term te gebruiken, aan de laatste mem hangen? Terecht wordt gesteld, kijk, als mensen gevoel hebben, dan heb je dat serieus in. Dat doen we ook. We praten gewoon heel veel met mensen in de stadsdelen. Maar nogmaals, je kunt niet ontkennen dat er hier een stelling wordt neergelegd die gewoon een te grote tegenstelling geeft tussen stad en stadsdeel. Wij zeggen ook van, je moet de warmte voelen van het stadsdeel waar je woont en de comfort van een grote stad. En die grote stad, als we het zo mogen betitelen, de binnenstad dat van Venlo. De binnenstad van Venlo, die had op enig moment toch echt een achterstand ook opgelopen qua voorzieningen. Daar hebben we in geïnvesteerd. Dat is ook nodig. Dat maakt die stad ook veel aantrekkelijker. Daar word je dus ook die beste binnenstad mee. Maar dat impliceert helemaal niet. Dat houdt helemaal niet. Draagt helemaal niet met zich mee dat wij dus geen interesse of niet meer investeren in de stadsdeel. Apert onwaar. Ik vind dat echt een tegenstelling die wat mij betreft geen maat geeft aan hetgeen wat hier de afgelopen jaren in deze stad gebeurt. Meneer Schatterjee, ik hoorde net al een aantal voorzieningen noemen die de laatste jaren wel zijn gerealiseerd. Onder andere in Bijlveld, in Tegelen, in Blerik. Zit het dan veel meer dan in dat soort stenen gebouwen in kleine dingen en angst dat voorzieningen verdwijnen? Wat wij lokale democraten de laatste tijd veel horen is dat mensen zich zorgen maken hoe hun zorg in de komende periode met al die landelijke bezuinigingen die op ons afkomen geregeld worden. Ze willen dat graag in hun directe leefomgeving meemaken. Dus het belang van de mensen op een plek waar ze wonen is heel, heel groot en ze maken zich er zorgen over. Dus als wij zeggen we moeten aandacht besteden aan die mensen en dat willen wij heel graag, dan moeten we dus in die wijken en dorpen en die kernen moeten we zijn. Maar geldt dat niet belangrijk. Net zo goed voor inwoners van Venlo als voor inwoners van Bijlveld of Arsen? Nee, maar het gaat niet zozeer om Venlo, het gaat om de binnenstad. Want daar is de focus op gericht. Want het geldt natuurlijk ook voor Venlo Zuid en Venlo Oost. Daar geldt het precies hetzelfde voor. Want dat zijn ook wijken van Venlo. Maar het geldt ook voor Bijlveld en Tegelen en noem maar op waar we overal kunnen zijn. Maar het gaat erom dat wij die zorg en over senioren. We willen graag dat senioren lang thuis blijven wonen. Het is ontzettend belangrijk. Dat leeftijd gemiddelde groeit hier in Venlo. Dus het is ontzettend belangrijk dat we daar aandacht aan besteden. Die mensen wonen niet in de binnenstad. Die gaan er natuurlijk hier naartoe. En daar heeft minister Tijn gelijk. Het moet er ook mooi en lekker uitzien. Maar ze wonen in die groene leefomgeving, wat mij betreft. En daar moeten ze dat lang kunnen blijven wonen. Ja, ik wil er toch iets op toevoegen. Want misschien nieuw voor de heer Schatterjee, maar mijn collega Ter Stroten, Ramon Ter Stroten, lijstduur nu bij de PvdA, die heeft volgens mij een heel mooi netwerk opgericht met Huis van de Wijk. Waar juist die zorg, waar de heer Schat hij het over heeft, moet worden verzorgd in de toekomst. En volgens mij ligt daar een blauwdruk, daar heeft u het ook over gehad in de gemeenteraad. Die ziet er prima uit en die voorziet dus ook in huizen van de wijk, en de woord zegt het al, huizen in de wijk, waar mensen ook terecht kunnen, voor het zorgaanbod. Dus wat mij betreft is daar gewoon rekenschap mee gehouden in het beleid wat we de afgelopen 4 jaar hebben gevoerd. Dus nu aandacht, want dat is de stelling, de komende periode voor de wijk en de dorp. Maar die blauwdruk die ligt er al. Ja, maar dus wel aandacht. Ik vind het altijd heel gevaarlijk om in de politiek te roepen blauwdruk, want blauwdruk denken, daar zijn heel wat plannen mee gesneuveld. Maar waar wij
echt voor moeten waken. Want ja, het is zo, die huizen van de wijk die zijn er. En de SP is de eerste partij altijd geweest die gezegd heeft, je moet de buurt de schaal van de toekomst maken. Wij hebben dat gedaan. En wat ik nu hoor is van, we moeten het allemaal doorzetten in die huizen van de wijk. Maar pas op dat die wijken niet te groot worden. Pas op dat je daar niet zegt van, we hebben hier een wijkverpleegkundige lopen en daar hebben we het mee geregeld. Want als die wijkverpleegkundige vervolgens, en dan kijk ik naar de heer Schatrojee, dan hoop ik dat ik u aan mijn zij vind, als die wijkverpleegkundige vervolgens zo overvraagd wordt dat ze haar werk niet kan doen, dan zul je er een tweede of een derde bij moeten zetten. Dan zul je de wijken kleiner moeten maken. Dan zul je de buurt leidend moeten laten zijn en niet de wijk. Volgens mij gaan we hier inhoudelijk gaan we een zorgdebat zitten te voeren. Ik wil even terug naar uw stelling. Volgens mij hebben we aangetoond de afgelopen 4 jaar dat we voldoende oog hebben gehad. In ieder geval voor voorzieningen in die wijk. Nogmaals, ik kan het gevoel van sommige mensen natuurlijk niet uitsluiten. Maar dat er voldoende aandacht is geweest voor voorzieningen in de wijk. Huis van de wijk, wat ook bijvoorbeeld in de Hamer in Belfeld plaatsvindt. De Witte Kerk in Genui. Daar wordt voldoende, of er is voldoende in geïnvesteerd. We hebben oog gehad voor de gewenste ontwikkelingen die door de eigen gemeenschappen zijn aangegeven. In Velden, waar ik woon, is altijd jarenlang een grote roep geweest naar een BNV. En dat BNV, dat komt er. Er is nu een roep voor een gezondheidscentrum, ook vanuit de gemeenteraad. Op, en dat gezondheidscentrum, dat gaat er dus gewoon komen. Gaat u weer die kant op? Er is een dorpsontwikkelingsplan gemaakt in Belfeld. Dat plan is volgens mij 2 jaar, 3 jaar geleden gepresenteerd aan de raad. Er is nu, tot nu toe niks mee gedaan. Een van de dingen die erin stond, het plein daarvoor, moest opgepakt worden. Nou, is niet gedaan. Aan andere dingen is voorlopig op de lange baan geschoven. Dus de mensen, de dorpsraad in dit geval, voelt zich niet serieus genomen. Ik heb met die dorpsraad een gesprek gehad en ik krijg er een heel ander beeld bij. Ja, maar ik leg hem toch even bij je terug. Als die dorpsraad dat plan bij u heeft neergelegd, waarom heeft u de afgelopen 4 jaar er niks aan gedaan? Nee, heeft het aan het college gegeven, luister, hier is het, dan ga er iets mee doen. Heeft een controlerende en hij heeft gezegd, taak. We gaan het oppakken. Heeft een controlerende taak. Ja, nee, dat klopt. Dus moeten we dat nog sterker gaan doen bij dit college. Maar wat je dus de zorg die je dus ziet, dat zie je dus met name bijvoorbeeld in Blerik, in Tegelen, maar ook in Belfeld, is dat het winkelaanbod achteruit holt. En ik denk dat daar wel een taak ligt om ervoor te zorgen dat dat soort zaken gewoon in stand blijft. En komt dat omdat er te veel geïnvesteerd is in het centrum? Dat heeft daar niet direct mee te maken, maar je moet er wel voor zorgen dat die omgeving dat die daar aantrekkelijk blijft voor mensen om hun dagelijkse boodschappen in ieder geval te blijven doen. Ik denk dat dat belangrijk is. En ja, goed, zo'n onderdeel als betaald parkeren in Blerik speelt daar denk ik ook een belangrijke rol. Meneer Lochtens, als u een dorp of een stadsdeel zou moeten noemen waar de komende jaren wel nog veel investeringen nodig zijn, welk dorp of welk stadsdeel zou dat dan zijn? Ik zou in ieder geval pleiten voor, we hebben een pareltje binnen onze gemeente gekregen en dat is Arsen. Dat is nou echt iets waar we heel bijzonder mee moeten omgaan. Ja, er zijn extra investeringen nodig. Dat dorp verdient het echt. En de andere, daar zijn ook wel argumenten voor te vinden om daar toch de aandacht op te richten. Maar ik wil nog iets anders zeggen. Ik ben zelf geboren in een dorpje, misschien wel het meest bekende dorpje van West-Europa, Horst-Amerika. Dus ik ben helemaal getraind in het Calimero-gevoel van die grote daar en die kleine hier. Nou, ik vind het zo vreemd als burger gewoon al, van dat hier de vertegenwoordigende magistraten die al die jaren in de gemeenteraad gezeten hebben, die weten dat dit thema dat op ons afkomt. En ik denk ook dat dat gevoel dat gedeeld wordt door die mensen die hier allemaal in Groot-Venne wonen. Dat bedoel je dus ook aan de rand van Belfeld of aan de rand van alweer Arsen. Dan vind ik het zo vreemd dat ik hier vooral schone woorden hoor en het eerste wat ik in het nieuws gehoord heb, een van de afgelopen dagen, is dat er toch weer eens eerst 350.000 euro naar de binnenstad van Velden gaat. Dat kan ik ondertussen niet meer. Ja, daar heb ik ondertussen geen verklaring over. Die binnenstad gaan we het zo nog even hebben. U vindt dus dat naar Arsen wat extra geld moet. Meneer Theo, u richt zich volgens mij op Tegelen. Meneer Schatrojee, wat vindt u het stadsdeel dat de komende jaren investeringen verdient? Tegelen, Blerik, dat zijn voor ons in elk geval de speerpunten waar wij vinden dat er nog extra geld naartoe moet, ja. En vanuit toeristisch oogpunt, want dan combineer je namelijk zeg maar toerisme en economie, vind ik denk dat stijl ook iets is waar zeker met goede aandacht naar gekeken moet worden. Er ligt een pareltje ligt daar. Daar is de afgelopen jaren is daar te weinig aandacht voor geweest. Ik denk dat we ook echt de durf moeten hebben om daarin in te investeren. Maar u zat aan de knoppen, meneer Theo. U heeft aan de knoppen gezeten en u heeft er niks aan gedaan. Ik was zelfs wethouder van Stijl, ik had alleen geld. Ja, toch wel een beetje jammer dan, zullen we maar zeggen. En nu klapt u er een paar miljoen tegenaan, want dat hebben we dus ook gehoord. We hebben vervolgens gehoord dat u ook nog eens gratis grond weg gaat geven en dat u gratis schoolgebouw houdt. Ik wil wel eens weten waar die flappetaf van Jos staat. Daar wil ik graag over hebben. Het gaat wellicht iets buiten dit onderwerp, maar als je praat over Stijl, daar is een miljoen euro voor. Daar zouden wij een miljoen euro voor vrij willen maken. Ik denk dat het heel belangrijk is om daar een soort vliegwiel te creëren wat de toeristische ontwikkeling en zeg maar het religieuze, spirituele toerisme wat daar tot ontwikkeling zou kunnen brengen. Wilt u daar nog op reageren?
Nou, ik hoor geen antwoord op de vraag die ik gesteld heb. Waar staat die flappertap? Hoe nee, ja, dat goed, dan moet want u kunt wel zeggen, het is een mooie kreet. Eerst na de stenen, nu de mensen. Maar hoe gaat u het waarmaken? Want u heeft de afgelopen 4 jaar ook niet gedaan. Nee, ik denk dat er, als we geld zouden moeten vinden, dat er door regionale samenwerking dat er een hele hoop geld nog aan te boren is. Een goed voorbeeld daarvan is de BSGW, de Belastingssamenwerking in Gemeenten en Maatschappen. Die hebben we straks al uitgegeven, volgens mij. Dat is een samenwerking die plaatsvindt tussen alle gemeentes van Limburg. Daar besparen wij op jaarbasis 1,9 miljoen euro mee. En ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn om dat in de toekomst nog verder te gaan. Dat is een nieuwe belofte, dus alleen artsen en stijl, volgens mij. En dan heeft u al die anderen nog niet ingevuld. Maar goed, laat dat. Er zijn meer mogelijkheden. Even naar de binnenstad. Sommige politici vinden dat de allerbelangrijkste plek. Is die nu klaar, meneer Satijn? Of gaat er de komende jaren nog van alles gebeuren in de binnenstad? Nou, we hebben het straks al even gehad over het kazerneterrein. Maar ik neem aan dat u dat even in dit geval niet bedoelt. Daar vindt natuurlijk wel een ontwikkeling plaats. Maar als u het hebt aan de andere kant, de binnenstadzijde van de Maas, dan ziet dat er goed uit. We hebben ook onderkend, vandaar was ook echt die upgrade was ook echt nodig. Die heeft ook plaatsgevonden. Nou, we zijn een aantal zaken daar af en toe. Het poppodium wordt nu gebouwd. Q4 wordt gebouwd. Nou, als we dat afgerond hebben, dan denk ik dat die binnenstad er echt wel goed uitziet. Je zult altijd open moeten blijven staan als er wensen zijn, als er ontwikkelingen zijn, om daar op in te spelen. Dat geldt voor die binnenstad, maar dat geldt net zo goed voor die wijken en die kernen om ons heen. Ik probeer even een kleine brug of een kabelbaan te slaan naar het volgende thema. We gaan zo meteen verder praten over de burgers. En die burgers hebben natuurlijk te maken met gemeentelijke belastingen. Ja. Even een korte vraag aan jullie allen. Mogen die lasten de komende jaren stijgen, meneer Teeuwen? Ik vind niet dat de lasten de komende jaren mogen stijgen behoudens inflatiecorrectie. Meneer Heerschop. Ik kan het niet uitsluiten. Heel simpel, we weten niet wat er op ons afkomt in 2015 als het gaat om al die taken die vanuit provincie en Rijk naar ons toekomen. En ik ga dus hier geen belofte doen dat er geen verhoging van lasten zal zijn of dat er niet bezuinigd zou moeten worden ergens. Meneer Schatterjee. Wij hebben de afgelopen jaren steeds betoogd dat de OZB niet verhoogd zou moeten worden. Tot onze spijt is dat wel gebeurd. En dus we zijn sterk voor om het komende dus niet te doen. Meneer Lochtens. Nou, ik ben er eerlijk in. Er zullen sommige zaken zijn waar we er niet aan voorbij komen. Maar daar wil ik wel wat over zeggen. Meneer Teeuwe is toch lid van het CDA. Meneer Satijn is toch lid. Ja, is toch ook lid van de VVD. Klopt ook. En we hebben hier ook nog iemand van de PvdA. Nou, nee, niet hier hoor. Nee, maar dadelijk, in ons midden. Ik vroeg een kort antwoord. Kunt u dat een klein beetje omarmen, dat idee? Er zijn bepaalde keuzes te maken waar je er niet omheen kunt. En dat ligt er vooral aan van wat komt er van Den Haag op ons af. En dat is de laatste jaren dus gebeurd. Daarom noem ik deze partijen. Die hebben de accijns met 30% omhoog geduwd. En daar hebben we nu de gevolgen van die we hier plaatselijk en lokaal moeten dragen. En ik kan het mij niet voorstellen, en ik beweer nog steeds, dat je niet met droge ogen kunt beloven in de komende tijd, in een tijdsgevricht waar van alles op ons afkomt, dat zomaar spoorloos aan ons voorbij zou gaan, dat daar geen verhogingen meer zouden zijn. Ik geloof het niet. Maar vindt u dat de gemeentelijke lasten mogen stijgen? Ja, liever niet, maar dat is de baan van de lasten draagt. Dat zal altijd zo blijven. Ja. De praktijk zal uitwijzen, als wij daarbij zitten, in ieder geval, dat bij investeringen dat we kijken naar de haalbaarheid en niet eerst, dus is de investering mogelijk, maar ja, is het ook economisch verdraagbaar? Nou, en we zullen ook kijken voor welke doelen dat we het gewoon, dat we de zaken, dus de centen voor in moeten zetten. Is het tijd tot slot? Nee, zeker niet onze eerste keuze. We gaan altijd kijken of we op een andere manier financiële problemen kunnen oplossen. Dus lastenverzwaring is wat ons betreft niet de eerste oplossing. Dank u wel. Er zijn 3 lijsttrekkers waar u nog niet echt persoonlijk mee kennis gemaakt heeft. We gaan kijken naar de laatste 3 kandidaten in gesprek met onze verslaggever Jeroen van de Kronenberg. We gaan het onder andere zien de heer Satijn en de heer Schatterjee en ook de heer Geraerts. U bent directeur van het Citaverde College in Roermond. Hoe vaak staat u zelf te schoffelen in de tuin? Nou, niet zo vaak. Ik vind het wel heel erg leuk om te doen, maar ik heb die tijd er niet voor. Dus helaas, ik heb een tuinman, een oud Citaverde leerling die een eigen bedrijf heeft in Tegelen. En die komt bij mij de tuin regelmatig doen. U bent eigenlijk een beetje de grote onbekende. We hadden nog nooit van u gehoord. Hoe kan dat? Ja, ik ken je ook nog niet van tevoren. Ja, dat gebeurt zo in het leven. Je komt af en toe nieuwe mensen tegen. Ik denk dat maar goed is ook. Die hashtag trots, bent u die niet een beetje moe aan het worden? Nee, want trots is een woord wat heel herkenbaar is voor iedereen. Ik zat gisteren ook naar jullie journaal te kijken. Daar zag ik ook 2 nieuwe spelers van VVV die een debuut hebben kunnen maken vanuit de jeugd in het eerste elftal. En wat je die jongens hoort
zeggen als ze hebben mogen spelen in het eerste elftal, zal ze heel erg trots zijn. Moet ik zeggen Micha Gerards of Major Gerards? Mag allebei. Ja, Major buiten dienst dan, hè, tegenwoordig, maar het mag allebei, ja. Hoe lang bent u in dienst geweest? Ik ben direct naar het Marianum ben ik in dienst gegaan. En dat heb ik volgehouden tot 2002, 2003, denk ik. Hard werken, weinig verdienen. Vindt u het raadswerk ook zo'n hondenbaan? Nee, ik vind het helemaal geen hondenbaan. Ik heb een fantastische baan. We zijn al zitten verder, werk ik. Dat wordt goed betaald. Dus ik zeur niet om geld. Dat is helemaal niet aan de orde. Dat is voor mij een stukje hobby en ik vind het heel erg leuk om te doen. Wie zijn de caviarknauwers? De caviarknauwers, dat is een vastelandsgezelschap in Velden, Hassel de Heide. Grote concurrent van de Wuilers. Met als hele bijzondere bijkomstigheid. Dat bij de caviarknauwers ben je prins voor het leven. Althans, zo lijkt het, want ik ben daar vorig jaar prins geworden en sindsdien niet meer afgetreden. Ja, u bent strafpleiter. Waar wordt er meer gelogen? In de raadzaal of in de rechtszaal? Ja, in de rechtszaal wordt er vaak wel gelogen natuurlijk. Hè? Ja, een beetje functioneel gelogen. Natuurlijk niet door die advocaat en ook niet door de officier of de rechter. Maar de verdachte, ja, die heeft natuurlijk wel iets te verliezen daar. En dat mag hij ook, hè, volgens de wet. Die hoeft de waarheid niet te vertellen, hoeft niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Dus dat weet ik uit ervaring. Maar de raadzaal weet ik niet, want ja, dat wordt voor mij nieuw. Hoeveel zetels gaan de lokale democraten halen en hoe ziet die ideale coalitie eruit? Wij gaan weer minimaal 12 zetels halen bij deze verkiezingen. De ideale coalitie, dat hangt echt af van de uitkomst van de verkiezingen. Daar kan ik echt geen zinnig woord over zeggen. Als wij er 5 halen, hebben 25% winst. Nou, dat vind ik in elk geval een positief resultaat. Ja, ik heb mijn eerste interview bij Mark 2 heb ik geroepen 5 zetels. Dus nou ja, daar blijf ik nog steeds voor staan. Daar zou ik meer dan tevreden zijn. En de ideale coalitie bestaat voor mij uit mensen die samen dezelfde visie hebben over hoe de toekomst van de stad eruit ziet. Partijen rond het midden. En dan denk je gauw aan CDA, VVD en Partij van de Arbeid. Ja. We zijn aangekomen bij de laatste stelling van dit verkiezingsdebat. Aan tafel Vera Tax van de PvdA, Micha Gerards van D66, Henk Brouwer van VenLokaal en Ineke Hendricks van GroenLinks. En we gaan het hebben over de rol van de burger en zijn eigen omgeving. Veel taken van het Rijk gaan naar de gemeente, onder meer op het gebied van zorg. Dat heeft grote gevolgen voor de gemeente, maar zeker ook voor de inwoners. Steeds vaker wordt verwacht dat zij een actieve rol spelen in hun buurt. De laatste stelling luidt, mensen moeten in hun eigen omgeving meer zelf gaan doen. Meneer Gerards, trapt u eens af. Mensen moeten in hun eigen omgeving meer zelf gaan doen. Het zit een beetje in het woord moeten wat mij betreft. Natuurlijk, idealiter wil je dat... Dat mensen in hun eigen omgeving heel erg actief betrokken zijn met wat daar speelt. En dan op alle gebieden. Niet enkel op het gebied van zorg, wat er aan zit te komen natuurlijk. Maar ook op andere gebieden. Maar het is natuurlijk de kunst dadelijk om die mensen te motiveren om dat uit zichzelf te doen. Een soort van intrinsieke motivatie bij die mensen los te maken, los te weken. Zodat ze dat uit zichzelf gaan doen. Om die mensen daarbij betrokken te krijgen. Zonder dat ze het gevoel krijgen, wat bij veel mensen nu leeft, dat het een eenvoudige bezuinigingsoperatie is. En dat door die bezuinigingen we het nu maar zelf moeten gaan doen. Hoe doe je dat dan? Ja, dat wordt de uitdaging. Ja, ik denk dat we daar wat dat betreft met de plannen die er in het verleden zijn gemaakt, in de afgelopen periode zijn gemaakt, dat daar best wel iets in de stijgers is gezet. Maar hoe dat dadelijk gaat uitpakken, dat moeten we nog afwachten. Meneer Brouwer, reageer er eens op. Hoe doe je dat? Mensen actief krijgen in hun eigen omgeving? Ja, ik denk dat heel veel mensen al iets willen in hun omgeving. Hè. Er liggen heel veel braakliggende terreinen in hun omgeving. En daar willen de mensen best mee. Er zijn heel veel mooie voorbeelden van. Mensen die speeltuintjes willen, dierenweides. En geef ze daar de mogelijkheden en ruimte voor. En vandaar ook dat wij die motie burgerruimte beheren. Ja, de mogelijkheden en ruimte. Schetst u eens hoe dat er in een ideale situatie uitziet? Nou, prachtige voorbeelden in Venlo-Oost of in Belfeld, waar een ruimte ligt die niet ingevuld is, die van de gemeente is, die dan ingevuld wordt door een paar burgers die dan een dierentuintje of een speeltuin realiseren. En dan moet je dan de ruimte voor geven en faciliteren. Je hoort daar ook een faciliterrol bij te spelen. En er hoort een beetje geld bij. Niet veel geld, maar een beetje geld hoort erbij. Mevrouw Tax, heeft u ook moeten... Een van de onderdelen die je kunt doen, is, het staat ook in ons verkiezingsprogramma, en ik geloof zelfs ook bij D66, is de burgerbegroting. Dus als je een coalitieprogramma maakt en je hebt verschillende trajecten en projecten die je wilt doen in wijken en in dorpen, dan kun je gewoon zeggen, dit willen we, dit zijn de projecten. Burgers kunnen dat mee oppakken, waarmee je als gemeente niet meer zegt, dit gaan we doen. Nee, als gemeente zeg je, wie wil dat doen? En dat budget gaat dan ook van de gemeente naar die organisatie. Dan laat je als gemeente los, maar dat doe je niet alleen door los te laten, dat doe je ook door dat budget over te hevelen met die burgerbegroting. En dat zouden we heel graag realiseren voor de komende periode. Mevrouw Hendricks, zitten de mensen daarop te wachten in de wijk dat ze zelf met zo'n burgerbegroting aan de slag kunnen?
Ik denk het wel. Mensen willen ook graag dingen zelf doen. GroenLinks reikt jaarlijks een rood lintje uit. Dit jaar hadden we drie initiatieven genomineerd, drie burgerinitiatieven. Dat was de Glazen Nap op de Heide, dat was het Hospice Mariaweide en de Burenhulpdienst in Venlo-Zuid. Die drie samen hebben meer dan 250 actieve vrijwilligers. En die bedruipen zich voor een groot deel zelf. Dat zijn actieve mensen. Die samen zeggen van, wij gaan aan de slag met iets. De winnaar was het ontmoetingscentrum De Glazen Nap. En dat brengt me dan ook bij een kanttekening. Hè, want wij vinden dat heel belangrijk. We willen dat stimuleren. Als GroenLinks, als gemeente doen we dat ook. Maar wat je daar ziet is dat daar één, zeg maar, supervrijwilliger is. Hè, dus Piet Hoebe, die trekt daar de boel. Als zo iemand nou een tijdje uit zou vallen, dan mag het niet zo zijn dat zo'n hele voorziening die daar ontstaan is, zo'n sociale voorziening, dat die daarna achteruit gaat. En dan moet je er als gemeente staan en moet je daarop op inspringen. En wat ook niet mag gebeuren, is dat je een tweedeling in de samenleving krijgt, dat er buurten zijn waar actieve vrijwilligers zijn en dat je daar goede sociale voorzieningen hebt. En een andere wijk waar het niet gebeurt, dat niet is. Dus de gemeente, en dat wordt een hele lastig, van hoe ga je dat nou doen? Maar daar moeten we iets op vinden. Hoe ga je het nou zo doen dat voor iedere buurt, in iedere wijk, ieder dorp, die sociale voorzieningen goed zijn? Ja, maar dat doen we, hè? Tenminste, als ik daarop mag reageren. Ja. Met de huizen van de wijk en dan ook dat belangrijkste thema, hè, de zorg. Want uiteindelijk is dat natuurlijk, hè, we hebben het over speeltuintjes zo, maar uiteindelijk is zorg het allerbelangrijkste. Het gaat erom dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen wijk en in hun eigen buurt verzorgd kunnen worden. Ja. Oudere mensen, jongere mensen. Daartoe hebben we gelukkig in Venlo zijn we daar heel erg op tijd mee begonnen. Krijgen we dadelijk, hebben we gewoon 18 huizen van de wijk. Nu zijn er al een hoop actief. We hebben keukentafelgesprekken al honderden gehad waar we mensen helpen. En mensen zeggen ook zelf, hier heb ik meer aan, hier kan ik meer mee dan dat een of andere cis-indicatiestelling via formulieren bepaalt waar ik recht op heb. Nu doe je dat in de wijk, samen met de wijk. Is het een realistisch gevaar wat mevrouw Hendricks aankaart, dat wijken heel erg gaan leunen op een heel klein aantal supervrijwilligers, meneer Brouwer? Nee, ik denk dat je het ontwikkelt. En dat ontwikkelen kun je al beginnen vanaf de basisschool, waar je de jeugd meeneemt en dat soort bewegingen. Dus begin dat te ontwikkelen op de lagere school. Laat jeugd meedoen met 29 maart, dus er weer ergens een rommel ophalen. Laat ze geleidelijk aan meedoen. Laat ze zich ook ontwikkelen tot dat ze zelf karretjes gaan trekken. Ik ken een heel mooi voorbeeld waar de jeugd zelf zo'n horlepipe of zo'n skatebaan ding gerealiseerd hebben. En die nu het onderhoud ervan helemaal zelf verzorgen. En dat zijn jeugdigen van 10 tot 12 jaar zo in die orde. Dus het kan wel, maar faciliteer dat, begeleid dat dan en ontwikkel dat dan. Ja, vooral moet je mensen niet laten vallen als het even niet gaat. En dan moet je dus als gemeente er echt op inspringen en daar mag je dus ook niet op bezuinigen. Maar loop je dan in sommige gebieden niet het risico dat ze zeggen van, ja, daar heb je de gemeente weer? Ja, dat kan een risico zijn, maar het ligt eraan hoe je het dan doet. Je moet dus de mensen echt de ruimte geven. Maar je moet ze een steuntje in de rug geven waar ze dat nodig hebben. En als het even wegvalt, dan moet je erin springen. En zo gauw je het weer op poten hebt, moet je weer zorgen dat je dat weer aan de mensen overlaat. Merkt u dat zo'n rood lintje iets doet met een soort van motivatie van mensen? Of hoe werkt dat? Ja, het verbaast me eigenlijk hoe blij mensen daarmee zijn. Met die erkenning van wat ze doen. Ja. Meneer Gerards, hoe ziet u dat voor zich in de wijken waar het misschien dan wat lastiger is om mensen te mobiliseren, om het daar ook gedaan te krijgen zonder dat je het idee hebt van daar is het vingertje weer van de gemeente? Ja, ten eerste denk ik dat het reuze zal meevallen met het aantal mensen wat niet bereid is om iets te doen voor hun eigen omgeving. Ik wil nog wel even iets zeggen over die burgerbegroting. Want bij het PvdA staat het inderdaad ook in het programma, maar dat is wel een andere burgerbegroting dan dat wij daarmee bedoelen. Je kunt uitgaan van het principe van een aantal burgers bedenkt iets en we stellen daar een zeker budget voor beschikbaar, zodat het uitgevoerd kan worden. Maar het burgerbegroting, het principe wat daar eigenlijk achter zit, is andersom. Namelijk dat de burgers van de wijk of van het dorp hun eigen begroting opstellen en daarmee zelf aangeven wat zij belangrijk vinden in hun dorp of in hun wijk. Wat wij ze zelf bepalen waar dat geld naartoe gaat. Ja, we hebben het zojuist ook gehad over de groenvoorziening in de wijk. Maar dat betekent dat je dan mensen de gelegenheid geeft om dat geld daarvoor te e-marken of voor iets anders. Ja, maar daar zijn we het helemaal met elkaar eens. Okay. Mijn programma wordt nu iets anders uitgelegd. Ja, wat ik heel leuk vind is dat de afgelopen jaren verschillende dorpen en wijken en dorpsontwikkelingsplannen gemaakt hebben. Van onderop, door de burgers, ook met een hele trits aan maatregelen, verkeer, veiligheid, sociaal.
En dat met name D66 gezegd hebben, die wijkraden zijn niet meer nodig. En we stoppen geen geld. We hebben een motie ingediend voor wijkraden en dorpsraden de budgetteer te ondersteunen. En D66 heeft daar juist niet in meegedaan. Heeft zelf gezegd van schaf die dorps- en wijkraden af. En dan kan ik dat niet verdragen met wat u nu voorstelt in uw begroting. En ja, het zijn programma. Twee verschillende dingen. Ik wil het graag uitleggen. We hebben in de Hamer hebben daar een discussie over gehad. Dat was ook het eerste punt wat we die avond opgemerkt hebben. Dat de wijk- en dorpsraden als vehikel om die mensen te mobiliseren, dat zien wij niet meer zitten. Nee, en dat moet ik eerlijk zeggen dat dat ook niet zomaar uit onze koker komt, maar dat komt uit de gesprekken die we met die wijk- en dorpsraden zelf hebben. Die zelf zeggen dat ze op dit moment problemen hebben om überhaupt gevuld te raken, maar ook problemen hebben om draagvlak te creëren. Of heeft het ermee te maken dat ze niet voldoende gefaciliteerd worden? Dat mogelijkheden zoals dorpskrantjes, wijkkrantjes, wijkbezuinigd, dat bestaat niet meer, dat ze daardoor minder goed kunnen functioneren. Is dat nee, niet erin? Nee, die verhalen heb ik niet gehoord. Nee, nou, ik heb wel gehoord dat, dat het draagvlak ontbreekt bij mensen voor die wijk- en dorpsraden, maar dat ze ook zelf problemen ervaren met het functioneren. Ik zal u wat oren geven, u kunt beter luisteren, misschien is dat wel goed. Ja? Ja, ik vind het een leuke gest, ik heb er twee, meneer Brouwer. Een oor voor meneer... Nou, laten we even naar iets gaan. Het oor is gezien nu. Laten we even naar iets gaan waar we het straks over hadden, het zwerfafval. Er zijn burgerinitiatieven, mensen die zwerfafval in hun eigen buurt opruimen. Ik noemde ook al die Maasboulevard, waar na zo'n warme dag gewoon alle vuilnis... in het gras legt. Ja. Dus kennelijk is het nog niet bij iedereen zo dat besef er is. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, maar, nou, ik weet het toevallig. Ik heb een tijdje gewerkt bij een restaurant, moet ik zeggen, tegenover de Maasboulevard. Wat daar het probleem is dat de prullenbakken te klein zijn. Daar moeten gewoon grotere prullenbakken. Mensen kunnen het niet weggooien. Het is een praktisch probleem. Nee, dus het staat, heb je wel gezien, het zijn een hele kleine prullenbak. Als er bezuiniging op die prullenbakken. Ja, 50%. Dat zijn, die moeten gewoon groter. Dat is gewoon nee, dom. Toen niet hoor, want toen werd de werf nog niet gebouwd aan die boulevard. Meneer Gerards, die bereidheid onder burgers, moet je die op sommige momenten aanwakkeren? Is dit ook een verhaal van dat als men wil, dan ruimt men wel op? Als men wil, dan ruimt men wel op, natuurlijk. Wat je ook ziet is dat als je durft los te laten, dat die ruimte die mensen krijgen, dat ze die ook wel zullen nemen. Dat ze dat ook wel zullen invullen. Er zijn best wel wat experimenten meegedaan, ook met de burgerbegroting. In Duitsland een groot experiment meegedaan. En daar zie je dat als burgers ruimte krijgen en daarbij ook inderdaad gefaciliteerd worden en de financiële mogelijkheden krijgen, dat ze die ruimte ook gaan benutten. Dus ik ben er niet zo bang voor dat als de overheid zich terugtrekt, en niet als een verkapte bezuinigingsmaatregel, maar als beleid, dat er dan een soort gat ontstaat waar niets gebeurt. Mm-hmm. We hadden het net ik wil even graag een kanttekening plaatsen bij het zelf doen door vrijwilligers. Wij vinden dat heel belangrijk, we willen dat ook stimuleren. Maar we zeggen ook, er zijn dingen die moet je dan echt aan de professionals overlaten. En de zorg gaat naar de gemeentes komen, dat wordt het belangrijkste dossier de komende 4 jaar. Mensen maken zich daar enorme zorgen over. Want het gaat ook over de zorg aan huis. En wij vinden fysieke zorg aan huis, zeg maar de handen aan het bed bij jou thuis, dat moeten professionals blijven doen. Daar moet je niet voor naar de buren moeten of vrijwilligers voor inzetten. Dat moeten professionals doen en dat vinden wij dat dat ook moet gebeuren bij de begeleiding van psychosociale mensen die een verstandelijke handicap hebben of een psychiatrische beperking. De begeleiding daarvan, dagbesteding, persoonsgebonden budget. Dat zijn allemaal dingen waarvan wij zeggen dat moet je professioneel oplossen en dan moet je ook niet op gaan bezuinigen. Ja, u noemt die taken inderdaad die naar ons toekomen, naar Venlo toekomen en naar de andere gemeentes. Onder andere zorg, jeugdzorg, op dat vlak liggen die taken. Is Venlo daar klaar voor, meneer Brouwer? Nee, Venlo is er nog niet klaar voor. Jeugdzorg is nog Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer, dus dat is nog niet zover. Maar ik denk wel dat we ons op moeten voorbereiden, dat gaat deze kant op. Enerzijds denk ik dat heel dicht bij de bevolking de gemeente zou het beter kunnen doen. Anderzijds zitten er heel veel risico's aan, financiële risico's. Heel veel regels zijn nog niet in orde. Dus je moet ook kritisch zijn en niet meteen zeggen, laat maar naar de gemeentes toe komen. Ja, want ze denken in Den Haag misschien dat het in de gemeentes goedkoper kan dus, en ook nog beter. Ja, er zit een flinke bezuiniging achter. En ik vraag me af waar het geld landelijk dan blijft. Dan zou je landelijk minder belasting moeten betalen eigenlijk. Maar dat zal wel niet gebeuren. Maar er zitten grote risico's aan. Dus je moet in eerste instantie zeggen van, we willen dat graag. Maar wacht, eerst even goed regelen en ook de financiën. En de zekerstelling dat als het fout gaat of een borgstelling vanuit de landelijke overheid moet geregeld worden. Hoe groot zijn die financiële risico's, mevrouw Tax? Ja, het mooie is, in Venlo doen we dat al. En het verbaast me een beetje dat mijn collega's daar dan in ieder geval niet... Over de jeugdzorg hadden we het, hè? Over de zorg is een andere WMO. Over de zorg in de wijk en de bezuinigingen die dat met zich meebrengt. Als je ziet, we doen het hier dus al. We doen het hier met die keukentafelgesprekken. We zeggen, het budget hoort in die wijk thuis,
hoort bij die wijkverpleegkundige die, en terecht zoals u al zegt, en ook dat hebben we hier besloten, alleen een professional komt bij de mensen thuis. Alleen we hebben het voordeel dat we daarnaast mensen hebben die willen ondersteunen, en we koppelen de vrijwilliger aan de professional. Met andere woorden, maar dan heb is je het over welzijn. Dan heb je het over mensen die zeggen, ik heb last van reuma, die wordt door een professional geholpen, maar daardoor kan ik mijn eigen tuin het gras niet meer maaien. Moet ik nu verhuizen naar een flat? Nee, dat hoeft niet, want je buurman is zich daarvan bewust en komt jou helpen met het gras maaien. Dat welzijndeel, dat wordt door vrijwilligers gedaan en de lijfgebonden zorg alleen maar door de professional. Meneer Gerrits, denkt u dat Venlo er klaar voor is en dat men al voldoende weet wat er op ons afkomt en wat daar de financiële consequenties van zijn? Nou ja, voor zover we dat kunnen inschatten, weten we dat best, denk ik. En in de voorbereidingen denk ik dat we een heel eind zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat ik in de gesprekken met de mensen die werkzaam zijn in de zorg aan het bed bij de mensen thuis, ook wel een soort enthousiasme hoorde om daarmee te mogen beginnen. Ook wel een beetje angst natuurlijk voor het onbekende. En gaat dat allemaal wel goed komen, want er verandert zoveel. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het mij opviel dat juist bij die mensen er echt wel enthousiasme was. En natuurlijk onzekerheid, maar wel het idee dat we er klaar voor zijn. Mevrouw Hendricks, betekent die extra taken die naar Venlo toekomen automatisch ook dat er moet worden bezuinigd op andere domeinen? Wat ons betreft niet. Maar heeft u dat we in de zijn, hand? Ik ben het met mevrouw Tax eens. De manier waarop we het willen gaan doen, dat hebben we goed voor elkaar. De bezuiniging die is van 25% tot 40% op het budget. En wij geloven niet dat we het daarvoor kunnen gaan doen. En dat betekent dat wij straks... Kijk, landelijk voeren wij actie als GroenLinks om tegen die bezuinigingen in de zorg. Want wij vinden die echt veel te fors. We denken niet dat je daarmee echt iedereen goed... Maar wat zijn de gevolgen als die kunt blijven helpen? En als dat landelijk niet lukt, en ik hoop dat de PvdA nog een keer de draai gaat maken, de economie trekt aan, dus misschien dat nog verbeterd wordt. Als dat niet het geval is, dan zeggen wij gaan niet bezuinigen op die zorg in Venlo. En wij willen op andere voorzieningen ook niet dat nog meer bezuinigd wordt. Het sociaal domein is flink al bezuinigd. We hebben het straks al gehad over het groen. Cultuur hebben we het hier niet over gehad, maar dat is ook het kind van de rekening geweest. En dan zeggen wij, nou, als je het niet ergens anders kunt vinden, en dat zullen we dan natuurlijk eerst doen, want niemand wil graag die belasting verhogen. Maar als wij moeten kiezen dus dan tussen mensen in de steek laten die zorg nodig hebben en belasting verhogen, dan kiezen wij voor het laatste. En meneer Brouwer? Ja, het geldt hetzelfde. Mensen die zorg nodig hebben, behoren die zorg te krijgen. En er zit een financieel risico aan. Wij hebben gesteld van haal het geld weg uit de bureaucratie die er nu heel veel in die zorg nog zit. Dat zit ook bij de politie trouwens, maar in de zorg zit dat ook zo. Als je het daar niet mee haalt? Nou, wacht even mijn verhaal afmaken. Ja. We hebben gezegd dat wij ook de topsalaris van de bestuurders willen aanpassen. Pakken is een motie op ingediend. We hebben nog contact met VNG hierover gehad. We willen dat ook doorzetten. Haal geld daar weg, haal geld uit de bureaucratie. En zorg dat er goede zorg geleverd kan worden. Verder denk ik dat er toch best nog in de grote geldstromen bij de gemeente Venlo geld gevonden kan worden. En er zitten nog wat prestigeprojecten waar best wat geld gehaald kan worden. Wat zijn grote geldstromen? De hele grote geldstromen inkopen. We kopen voor 160 miljoen in per jaar. Niet alles is beïnvloedbaar, maar we kunnen daar best een strategisch plan op leggen om daar geld weg te halen. Dan hebben we prestigeprojecten. Afgelopen maand hebben we er eentje goedgekeurd voor 4 tot 6 miljoen euro beschikbaar te stellen in een verkeersgeleidingssysteem in centrum Venlo als er Duitse dagen zijn. Volledig belachelijk eigenlijk. Daar is veel geld te halen die we dan in de zorg en zorg voor goede mensen kunnen geven. Meneer Gerrits, waar zou u het halen? Nou, in eerste instantie probeer je te doen met het geld wat we dadelijk beschikbaar hebben, denk ik. En ik denk dat binnen de organisatie van de zorg, zoals we hem dadelijk zelf vorm kunnen gaan geven, dat je daar een heleboel rendement kunt halen. En misschien niet het rendement wat we moeten halen om daar alles mee te kunnen doen. Maar ik denk dat we met z'n allen echt wel over eens zijn dat er niet bezuinigd kan worden aan de zorg aan bed. Want ja, nou ja, die zorg is gewoon nodig, klaar. En het zou bijzonder onmenselijk zijn. Ik twijfel niet aan dat iedereen het daarmee eens is als je daarop zou gaan bezuinigen. Dus dat kan gewoon niet, klaar. Mevrouw Tax? Ja, dat geldt voor ons ook. Het is wel een mooi voorbeeld, want iedereen spreekt een beetje van, dat gaan we niet redden. Met de Partij van de Arbeid gaan we dat echt redden hier in de gemeente Venlo. En dan wil ik toch ook nog een keer de complimenten maken aan mijn collega Ramon de Stroten, die daar gewoon op tijd mee is begonnen en daar de voorbeelden gewoon binnenhaalt, resultaten. Wat je ziet is in 2004 werd de wet werk en bijstand overgeheveld van het grote UWV-bedrijven naar de gemeente Venlo. Met een korting van 30%. Dat hebben we gewoon gehaald. Waarom? Omdat wij dichter bij de burgers staan en minder in dat systeem hoeven te denken. Sterker nog, er zit nu 26% minder jongere werkelozen in de bijstand hier in Venlo. Dus het kan. En wij zijn ervan overtuigd dat het lukt.
Dank u wel. Een applaus niet alleen voor jullie vier, maar ook voor de 5 overige lijsttrekkers van vanavond. Ja, dan vragen we een aantal mensen om er even bij te komen. Dat is, zijn om te beginnen onze 2 deskundigen die het debat hebben gevolgd. En ook die 5 andere lijsttrekkers, die mogen er even een beetje bij komen staan, een beetje inschikken. Ja, 2 heren hebben de 4 debatten gevolgd en de lijsttrekkers gevolgd. Meneer Verdelle, wat vond u ervan? Ja, inspirerende gesprekken over boeiende thematiek. Er zijn een aantal zaken die mij opvielen. Als ik er 3 uit mag halen, 3 uit mag lichten. Wat je toch merkt in het debat is, het is een verkiezingsdebat, het is een lijsttrekkersdebat. Het leek soms toch wel op een debat tussen coalitie en oppositie. Dus dat was wel een opvallend punt. De heren Theo en Satijn werden af en toe stevig aan de tand gevoeld over meer vanuit hun rol als wethouder dan als lijsttrekker voor hun partij. Hoe reageerden ze daarop? Ik vond dat ze dat bekwaam deden, ja zeker. Wat je ook zag is dat er, behoudens het laatste debat rondom de zorg, dat er fraaie visies, mooie vergezichten werden geschetst, goede plannen, goede ideeën werden uitgelegd. Alleen de financierbaarheid ervan, of het rendement ervan. Dat, ja, daar gaat u natuurlijk over. Dat kwam minder aan de orde. En vooral ook, ik ben nog steeds benieuwd naar het antwoord op de niet gestelde vraag, nogmaals los van het zorgdebat, waar men zou gaan bezuinigen als het wederom nodig zou zijn om toch de financiële situatie van de stad op orde te houden. En als derde punt, en dat is ook wel aardig om te zien, is dat er tijdens zo'n verkiezingsdebat toch ook al een soort pre-coalitie-onderhandeling ontstaat. Waarbij er zelfs een soort van een prille liefde kunt waarnemen tussen bestaande coalitiepartijen. Ja, dan moet u de naam ook even. Dan willen we ook even weten welke coalitie we straks krijgen. Nou, ik denk dat de huidige coalitie er veel aan gelegen is om elkaar de hand goed op de papieren vast te houden. Maar ik heb ook wel geproefd dat een aantal lokale partijen heel nadrukkelijk vanavond gesolliciteerd hebben om in het mooie stadhuis te mogen gaan zitten. Ten slotte willen we natuurlijk van u weten, wie vindt u nou dat het best hebben gedebatteerd vanavond? De slechtste hoef ik niet te weten, maar wie is u positief opgevallen? Nou, ik zou het zo willen brengen. Ik waardeer de kundigheid waarmee de wethouders gereageerd hebben. Als in hun rol als wethouder, niet als lijsttrekker in het debat. Dus de kundigheid van Satijn en Theo, groot respect daarvoor. En ik wil niemand tekort doen, maar ik heb toch vooral ook mogen genieten van de passie en de bevlogenheid van met name de dames in het gezelschap. Ik vind dat een compliment waard. Ja, dan gaan we naar die hele andere kant. Kees Rulles, zitten er mensen met acteertalent in deze groep? Godzijdank niet. En dan kan ik, dat wil ik graag toelichten. Want terwijl ik het hele debat stond te observeren, dacht ik van, het gaat uiteindelijk toch om de echtheid en de bevlogenheid en de passie. Meen je wat je doet en ga je daar ook echt helemaal voor gaan? Acteurs, die kunnen allemaal met mij meekomen. En dan gaan we in Tegelen komend jaar een leuk passiespel neerzetten. Maar die heb ik hier niet gezien. Dus dat is een compliment aan alle sprekers van vanavond. Sterker nog, ik vond het heel open. En in die zin, ja, je kunt mensen lezen. En inderdaad, wat mijn collega net zei, het is grappig hoe je de ervaring bij de heren wethouders ziet. Er is een soort van rust, er is kalmte, die denken na, die reageren. En soms denk ik, potverdorie, misschien moet ik ze wat meer, zou ze wat meer mogen, waar zit die emotie? Daarvoor kunnen ze jou bellen, neem ik aan. Omdat daarvoor af en toe kunnen ze mij bellen, ja, inderdaad. Nee, maar dat is het. Kijk, feitelijk, als je deze mensen bij elkaar zou mixen, dan kom je denk ik aan de ideale politicus of politica. Wat ik wel heel aardig en bijzonder vond, is dat je in het begin staat iedereen heel erg zijn best te doen en bijna een soort van gewenst gedrag te vertonen. Maar dan vordert de tijd en dan komen er toch wat, ja, hoe zeg je dat, wat scherpe randjes en dan wordt het in één keer ook een stuk aantrekkelijker en oprechter wat mij betreft. En dan zie je ook dat je, en gelukkig heb je daar in een regeerperiode, noem ik het maar even, een aantal jaren voor, dat je enorm kunt groeien, zelfs in een debat zoals we dat vanavond gezien hebben. Wil je er nog iemand eventjes bovenuit lichten?
Nou ja, het is grappig dat aan de ene kant wordt er vanuit de Rekenkamer gekeken naar dit debat. En dit van mij dan vanuit, ja, hoe sta je er en hoe representeer je wat je wil zeggen. Ik moet me helemaal aansluiten bij... Bij mijn collega. Ik vond de dames, de een veel succes met de landelijke verkiezing tot de lokale politica. En ik vond Ineke Hendricks van bijna zenuwachtig en stuntelend groeien in het debat. Verbaal, maar ook non-verbaal, veelzeggend. Ja. Heren, die complimenten zijn uitgedeeld en genoteerd. Hartelijke dank voor uw komst. Hartelijk dank ook allemaal voor uw komst naar onze studio. Dat zeggen we ook tegen alle lijsttrekkers. We wensen u ontzettend veel succes met de laatste anderhalve dag is het eigenlijk. En met het stemmen en met... Een, ja.